Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Op een aantal plaatsen kan nog nevel en mist voorkomen, maar die gaan geleidelijk aan verdwijnen. En dan schijnt in eerste instantie nog van tijd tot tijd de zon. In de loop van de middag gaat vanuit het zuiden uit echter de bewolking toenemen. En in de avond volgt er regen. Het wordt vandaag zo'n 17 of 18 graden en er staat in eerste instantie niet veel wind uit zuidelijke richting. Later in de middag draait de wind geleidelijk naar het zuidoosten en later naar het oosten en neemt dan langzaam ook toe naar matig windkracht 3 of 4 en in de avond en nacht en zee naar vrij krachtig windkracht 5. Vanavond op veel plaatsen dus al tamelijk regenachtig. De temperatuur is dan gezakt tot een graad of 14, dus echt koud is het niet. Ook morgen hebben we te maken met uh, wolken en een paar zonnige momenten, maar verder trekken ook flinke buien over het land, daarbij kan het ook omweren. Het is wel behoorlijk zacht, het wordt 17 tot 19 en misschien plaatselijk zelfs wel 20 graden, bij een matige oostelijke wind. Dinsdag, woensdag en donderdag is het licht wisselvallig, we hebben een paar buien, maar tussendoor scheidt ook van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur moet weer iets inleveren, maar ligt nog altijd rond normale waarde, zo'n 16 of 17 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl